Ja, is goed. Kiekto. Ja, misschien dat we even de hop. Oh, wat doet hij over Jan Jacobs bellen? Want die gaat iets vertellen over de hop. Ja, maar. We bellen jou rond 10:30. 10:55. Okay. Ja? Ja. Hoi. Ja. Goedemorgen luisteraars, het is weer zaterdagmorgen 10 uur. Tijd voor weer een uur natuur op je eigen lokale omroep, Omroep Bergendal. En het is vandaag een beetje een feestelijke uitzending. Zeker, zeker. Het is namelijk de 100ste keer, Michel, dat wij met ons team proberen mensen in Groesbeek enthousiast te krijgen voor de natuur. Dat wil zeggen dat wij... Als eerste, proficiat met jullie 100ste uitzending. Ja, dankjewel. Ja. Hoe kom je iedere keer toch zo op die ideeën? Ja, weet je, wij zijn, zowel Michel als ik, heel erg actief met Altijd Buiten, met social media. En ja, door de week heen denken we van, nou, dat kon wel eens een mooi item zijn. Dat is hot nieuws. Dat is interessant voor de luisteraars. En dan gaan we mensen bellen, mailen of ze even in de uitzending willen komen. En heel, ja, tot nu toe lukt het nog altijd, Michel, hè? Dat gaat goed, hè? Ja. Ja, we krijgen echt goede respons van de mensen die bij ons in de uitzending willen komen. En we krijgen af en toe zelfs dat ze zelfs met ideeën aankomen, ja. En tot wij daar op ingaan. Dat gaat hartstikke goed. Hoe lang kost zo'n voorbereiding nou van zo'n uitzending? Ja, wij zijn dat toch wel... wij zitten twee keer of één keer in de twee weken live. En ja, die twee weken hebben we ook echt wel nodig voor die voorbereiding. Want ja, je moet toch, heb je een item wat je ziet en je moet die mensen mailen en bellen. Ja, dan zit toch, ja, niet altijd komt de respons meteen terug. Dus daar heb je die tijd wel nodig. Er is wel eens gevraagd, kunnen jullie niet iedere week live gaan zitten? Maar daar zit voor ons te veel werkzaamheden in om dat te regelen. Dat gaat hem niet worden. We gaan op naar de 200. Ja, wat mij betreft, en Michel denk ik sowieso, maar het blijkt ook wel dat wij heel veel positieve reacties krijgen van mensen die luisteren. En dat is gemeentebreed, is dat eigenlijk nu al zelfs mensen vanuit buiten de gemeente, vanuit Mook, vanuit Huimen, die gewoon geïnformeerd willen worden op een laagdrempelige manier over het wel en wee in de Groesbeekse natuur met allerlei tips, trucs, boerenweetjes. En nou, dat wij denken dat wij daar een goede format voor hebben. En ja, ieder mens wil graag een keer gekieteld worden, maar als mensen laten horen dat ze het leuk vinden, dat is voor ons weer een drive om ermee door te gaan. Dus ik zou zeggen, op naar de 500. Ja. Oké, okay, succes. Ja. Kiektal. Oh, Kiektal. Wat is er deze week gezien of gehoord?